Stichting Corazon. Ik wil iets laten zien over de Nederland wat in de kolenfuik gezwommen is, staat er in de krant. Maar met name wat me een beetje. Waar ik van denk dat u dat moet zien, is dat. Maar intussen hangen er miljarden claims van grote energiebedrijven dreigend boven Den Haag. Maar ik wil eigenlijk met u bespreken dat heel veel bedrijven in Nederland failliet gaan omdat hun product gewoon niet meer voldoet aan de markt. Ja, dat de vraag terugloopt, et cetera. Moet dan in dit geval een overheid daarvoor gaan betalen? We willen gewoon geen kolen meer, we willen het ook niet meer kopen. We zijn het bijna verplicht. Dus dat is iets wat ik u wil laten zien. En ik denk dat het weer zo'n... Zo'n misbruik is van lobbyen en van zo'n zeggen groepen mensen die tussen de politiek wandelen en die het gewoon voor elkaar kunnen krijgen om zo'n zeggen nog eens even snel miljarden weg te sluizen uit onze staatskas. Terwijl eigenlijk als ik naar sommige bakkers kijk of die gewoon failliet zijn gegaan omdat ze naar de buren zijn, dan ja, dan kunnen we toch ook geen claim indienen. Dus ik denk dat er weer heel groot onrecht in zit. En alleen maar het stagneren van datgene wat moet gebeuren, dat is het sluiten van kolencentrales, zodat de CO2-uitstoot gereduceerd wordt. En dan mogen we niet nadenken, vind ik, of meelij hebben met hun die al zo lang heel veel geld verdiend hebben aan onze energie. Het is gewoon een afgedaan product. En dus dan ben je failliet. En dan moet je maar een andere bedrijfsvoering hebben. Waar je gewoon een ander schone product levert. En dat niet de overheidsinstelling gods ervoor aangesproken mag worden. Stichting Corazon.